Yo, welkom terug bij Ark The Lost Island! We moeten even snel opnemen, want Rudy gaat op vakantie. Dus laten we maar meteen gaan haasten. Jullie weten het, hoe meer support op deze video's, hoe meer Ark slots jullie krijgen. Dus let's get it mensen, jullie kunnen laten zien hoe sterk deze Ark community is. Nu is het je kans om te shinen. Rudy, pak je beste vogel en we gaan. Oké, lust jij een worstenbroodje? Ja, nee, die moest nog eerst even naar de Sonja Bakker toe. Die moet nog even wachten. Oké, gaan we met ja, de vogel? Ja, we moeten even vliegen. Ja, het is wel een stukje verder weg, namelijk. Oké, welke hoek? Woestijn. Windrichting zuid. Nee, zuidoost. Zuidoost. 82. Een teleporter? Ja, zeker. Niet. Ja, zeker. Oké. Had ik die ook nee, die heb ik neergezet. Geheime woestijntempel. Oh. Geheime woestijntempel. Ja, ja, ja. Oh, dat zijn we een nieuwe bij nu. Ik zag weer een public. Hermans Dino Tuin. Oh ja? Oh, dat is leuk. Ja, ja. Kijk, er zijn mensen die lekker aan het roleplayen zijn. Joh. Kom maar, ik ben benieuwd naar die creaties die mensen neergezetten. Gewoon... Nee, niet eens aan het roleplayen. Ja, gewoon leuke schuurtjes maken. Dat en dan wil ik ook gewoon langskomen. Even kijken wat ze hebben gemaakt, snap je? Ja, want roleplayen zelf is ja, ik vind roleplayen ook helemaal niet leuk. Ik ben de politie, maak open de politie. Weg jongen. Ik ben autopiloot. Oh, hier is de boren, hoor. Jezus, man. Oké, liet 82. Oh, die action ding stond er net voor. En dan moeten we echt even een stukje naar links. Je kan die action ding in het midden. Oh, dan moet omhoog. Die kant op. Kijk, dan gaan we de goede kant uit. Ja, gewoon naar noorden. Oké, dan zijn we hier dus in de woestijn. En ergens in zo'n kloof zit dus nog een cave. Maar hopelijk geen gates voorstaan. Hier is een kloof. Is dat de kloof? Nee, dit is niet de kloof. We moeten nog iets verder, denk ik. Dat kan niet, want dit is het einde. Huh. Wat zijn al die vlekken hier? Zie je dat ook? Vlekken? Is dat, oh, dat is een steen. Nevermind. Hé, je hebt een kasteel. Ojo, iemand is kasteel aan het bouwen. Yes! Mensen, dit is epic! Dit is epic. Hier is iemand gewoon lekker rustig een woestijnkasteel aan het bouwen, joh. Dit wordt gewoon... Dit is de Big Brother Castle, maar dan in het klein. Maar hun zijn al een stapje verder met bouwen. Ja, dit is vet. Tijd. We moeten vaker live streamen. Ja, alleen een computer even live willen streamen. Dan, Oh, hier heb je ook de man die aan het slapen is in zijn huis. Ik ben even benieuwd wie dat is, want dit is een legend. Dit is Karel de Derde. Ah, nice. Lekker gast. Goed bezig, dit zie ik graag. Dit zie ik graag. Draki. Nou, 82 zou die moeten zijn volgens... Ja, er zijn alleen weinig kloven daar. Ik weet ook niet hoe die eruit ziet, maar... Ja, kloof. Is 82 het begin van de kloof? Of is dat waar dat de ingang is? Waar de ingang zit van de grot. Dus ik denk misschien deze. Nou, daar zet jij ook al in. Dit is de enige kloof zoals die er is, man. Ja, is dat wel gewoon redelijk laag. Niet gek of zo. Ja, maar die coördinaten van de Spyglass klok komen niet helemaal overeen met de... GPS-coördinates, had die liet zien. Ja, met de GPS komen ze niet helemaal overeen. Ja, had ik ook. Ik zat ook de hele tijd te zoeken. Ja, dan moet het wel hier ergens in de omgeving zijn in ieder geval. Ja. Hier is, nou, hier links kloof, misschien, maar die is een kloof. Dat wijkt echt veel af van de coördinaten. 82.7, 82.1. Oh god, waar ben je? Anders moet ik daar nog een Red Bull halen bij Tankshop. Ja, dit is hem al, denk ik. Nee, dit is hem helemaal niet, joh. Dikkie, joh. Het is een lange rechte kloof. Dan moet je dan bij een klein beekje ligt die. En ja. Dat kleine beekje, die gaat recht zo'n tunnel in. Maar, waar de fuck ben jij? Ik ben naar jou. Ja, nee, dat weet ik. Ik heb het over de grot. Oh, hier, dit is hem. Ja, ik heb hem. Moet je nog een keer Als je mij ziet, dan hoef ik niet. Maar... Ik ga gewoon nog een keer tp'en. Ik zie je niet. Ja, dan kom Rex. Dit is de grot waar het om gaat. De kloof. Het is ook wel echt een doorlof hier in de woestijn, hoor. Ja, vooral met al dan, die gaten. Oh, het is heel klein. Moet je denken of je draakje neerzetten. En gewoon een woestijncave. Leuk! Leuk! Kijk, geen poorten ervoor, daar hou ik van. Ik heb zo'n gevoel dat dit ook helemaal niet zo'n grote cave is. Oh, wel vet. Ik heb gamma omhoog. Zit ja, zie al het water reflecteren op de cave. Ziet er echt heel cool uit. Gamma 4 en zo. Gamma 4. Kijk, dan zie ik er iets meer. Kunnen het wel. Oh, ja. Zit hij nou... Oh. Ja, maar... Dit is een stem. Hoe weet je waar we steeds zijn? Oké, vette auto, dat wou ik even zeggen. Maar we moeten echt even door, we hebben haast. Ja. Oh, thanks. 260. 270 slak, inderdaad. Oh, die kreeg ik niet neer als ze in een schelp zitten. Nou, moet je gewoon maar dit zijn hele dikke vleermuizen, Rudy. Dan moet je echt vooruit kijken. Ja, dit zijn de high levels zeker, of niet? Ja, ik kan best zijn dat we in de level 200 plus cave zitten. Ja, nee, dit is 20. Deze 20. Lekker doorrennen. Ja, ik heb goede guns, maar ik heb ook gewoon die pistol nog. Oh, mantis! Ja, pas op die, Engen! Die dingen neer te maaien.
We hebben giftig. Oh nee. Oh, rabies? Kreeg oh, meen je? Oh, dat is wel pijnlijk, man. Ik dacht dat je dat alleen van dingen kreeg. 2.1k damage! Gast, hier heb je ook allemaal Titan Boas, man. Oh, 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 wat is er van god. Ik kreeg toch alleen rabies van Megalenia's, of niet? Ja, dat dacht ik ook. Jezus, man. Even serieus, gast. Waar heb je... Pop headshot, weet je. Dat is mijn MO. We kunnen trouwens de chitten heel goed gebruiken voor CP, man. Ja, we zijn aan het doorrennen. Oh, ik heb ook rapies, man. Dit is naar. Wat geeft mij een rij rapies dan? Mega rate. Druk op H, dan zie je er rechts onderin. Oh, Onyx, denk ik. Oh, corona. Het is gewoon een nieuwe COVID-update. Je hebt de vleermuis genaaid, de Wuhan, en nu heb je dit. Oh, hier is een rode drop. Ja, ik zag hem. Ik probeer een beetje te clearen hier, zo. Oké. Okay. Ik zit even te clearen. Een beetje clearen, Mastercraft Parasaurus Saddle. Wow, er zijn veel dingen, man. Wow! Gast, ik heb 70 seconden repies nog, man. Ik ga neer. Nee, heb je even lees? Alright, thanks. Oh, maar extra damage kunnen we niet gebruiken. Nee, ik ga echt neer. Ja. Blijf hier. Ik ga even terug naar de basis. Ja, ik overleef dit. Dus, pak even. Oh, oh, oh. Nee, oh. Verkeerde teleport. Nee, verkeerde... Big Broeder Kerst moet ik hebben. Oh, ik ga echt neer, what the fuck. Oh, ja. Vroeg had je het ook overleefd, toch? Van ja, maar in elk veel meer seconden, man. Minder. Dan blijft hij gewoon optellen. Ja, optellen? Ik had op een gegeven moment echt een totaal 90 seconden, man. Ja, dat heb ik vaker geëerd, toch? Hop. Mijn armen weer inzetten. Nice, goed, dat is voorbij nu. Oké, kom aan. Teleport to Rudy. 4.3k damage. Jezus, man. Zo, ben ik weer. Ik leef weer. Ik zit flink in de grond. Wordt het? Oh. Oké, pas op, daar heb je weer Vledermaus. Oké. Okay. Misschien handig als we weer een dino hadden. Ja, dat was absoluut handig geweest, ja. Hier ligt niks. Hier kunnen we even naar links. X-Keek hoor, X-Keek, hè. Je hebt ook niet veel HP. Je hebt maar 330. Ikke? Ja, klopt. Ja. Ik heb echt 500. Oh, hier zit... Stink Vledermaus! Heb je 500 HP? Oh, misschien niet. Ja, 84. Ah, fijn. Weet je. Oh, ik ben gebeten, maar ik kreeg geen Wat geeft het dan? Die mantis misschien? Nee, dat is echt een... I don't know. Mantis sowieso niet. Nee, tijd op, waar ga ik? Ga neer! Oeh, ik raak jou gewoon, gast. Ga dan ook neer. Oh mijn god. I got you, man. Thanks. Blueprint, saddle. Oil jar. Oh, nog fire arrows. Wauw. Fire arrows kunnen best handig zijn. Kun je generators mee uitschakelen. Lijkt alsof hier een cave zit, man. Hier in het water. Echt? Ja. Meen je, gast. Ja, hier. Wil je dat checken? Ja. Oh, je had toen ook een cave op Ragnarok, volgens mij moest je helemaal duiken. Oh, ja, ik heb oxygen level, maar heel snel zwem ik niet. Of dit is gewoon een pad van het begin. Gast, dit is echt een gekke plek. Als je hier gaat zitten, mag niet, het is Artifact Cave, maar... Als je hier zit in de server... Oh, je hebt al een gat. Nee! Ik weet niet. Oh! Ja, dat net niet. Je zit er wel weer... Waar komt dit op uit dan? Ik denk me nu opeens, hè. Als je kunt elkaar zaten, misschien al met desert kleding. Ja, zou het? Ja, voor de hitte dan. Wel. Hier kun je flink omlaag. Nou zijn we weer op een plek waar we al zijn geweest. Ja, hier kwam al uit. Huh? Ja, hier waren we naar links gegaan. Vreemd. Ik heb dan wel het idee dat daar iets zat waar we net zaten. Maar... Dus je kon er ook nog die andere kant op. Kunnen hier ook nog omhoog? Oh ja, hier zijn nog veel dino's bij. En hier? En daar kwamen we vanaf eerst. Jawel, hier kwamen we vanaf toch? Wel, hier heb ik een drop gepakt. Ja, dat... Maar we kunnen wel hier naartoe, naar deze kant nog. Ja, maar Shulk en allemaal ook, man. What the fuck? Nou, hier kunnen we nog doorlopen. En dan hebben we hier de art defect plek. Ja, nice. Kijk. Ja, hier staan de teleporter van iemand. Dat is al wel van Artifact of the Brood. Dit is van Paddo's. Nou, Artifact of the Brood, heel goed. Maar dat mag, een teleporter mag. Maar de rest? Maar... Dan moeten we nog even terugkomen bij de draken. Maar dan hebben we ook al bijna alle artifacts. Kunnen we bijna de eindbos gaan verslaan, gek? Oh nee, kut. Ik heb gewoon echt een hele opname om Spotify aan. Oh. Ik wil het op de achtergrond. Ladies, whip your dick out. Whip your dick out. Lonely Island, niet even Mike Miller of zo. Ladies, whip your dick out. Kut. Ja, oké. Ik kijk hoe ik het oplos. Okay, ik heb hem. Heel goed. Ik ben even de draak aan het zoeken. Zo stom. Oh, je hebt weer van die vlerende muizen. Ja, ik weet de weg ook helemaal niet. Sterf! Oh nee, ik heb rabies. Rabies. Mega rabies. Dit is niet mega rabies. Rabies. Ja, waarom zit hier nog allemaal dino's, man? Dat is nog veel groter. Kut, ik ga neer, ik moet echt mijn draak vinden. Ja, ik ook wel de uit gaan zoeken, maar dan moet je wel even veilig te wachten. Oh, wacht, hier is het. Die is die teleporter van die guy. Oké, ja, ik teleporteer snel terug naar de basis en dan ga ik weer neer. Heb jij de uitgang al gevonden, of?
Oh ja, heel goed. Heel goed. Kom op. Alright. Snel terug. Nou, mensen. Geheime woest, broeder, kerst. Oké. Okay. Yes. I will survive. Nee, ik kon ook zijn vleermuis achter me. Is je nou meer geteleport? Alright. Thanks. Heel goed, even snel neerzetten. En dan in de tussentijd dat ik er neergezet, kunnen jullie even alvast allemaal abonneren als je het niet hebt gedaan, een comment achter te laten. Zet in de comments kaasbroodje neer. En dan is het weer het einde van deze video. Video! Kijk, yeah! Dit begint wel echt heel cool te worden. Alleen dit moet toch wel uiteindelijk allemaal in de Big Brother Castle neergezet. Wat nog steeds niet lang niet af is. Oké, thanks voor kijken. Bye bye. Later. Peace out.